Oh, waarom ben ik nou niet zo donker? Goedemorgen, mensjes. Amanda zit al gelijk te zuchten naast mij. Ik ben in de auto in Amsterdam en het is nu 10:30. En wij zijn eigenlijk aan het wachten, want we zijn te vroeg en we willen niet als... Ik hou daar echt niet van, hè? Doe jij dat wel? Wat dan? Als eerste gewoon ergens aankomen en dan... Nee, ik ook niet. Lijkt me zo oog op je gericht. Inderdaad. Ook. Maar wij zijn dus in Amsterdam, want wij gaan naar de lancering van de collectie, kindercollectie, of tenminste, het is een meisjescollectie, stond er, van Nicolette van Dam en Shubi. Dus ik ben benieuwd. Ik heb slippers aan en dit is het weer, dus dit voel ik me intens naar over. En net regende het, maar nu niet meer. Het is 19 graden. Het is wel 19 graden, maar ik vind echt... Ik ben echt heel moeilijk met slippers aan doen. Dat is echt zo. Ja? Ja, echt gewoon... Als het echt, zeg maar, als je er niet meer omheen kan, dat het gewoon heel warm is, dan pas doe ik slippers aan. Weet je wat je moet onthouden? Wanneer ik weet al, ja, dit heb jij mij. Ik wist dat jij mij dit ging zeggen. Dit heb jij mij toen op Zatkin gezegd. Soms denk ik daar nog aan, hè? Ik maak geen grap. Dit is echt. Ik wist dat ze dit zou zeggen. We hebben bij elkaar op school gezeten, trouwens. Toen, hoe oud waren wij toen? Oh, iemand heeft een bloemetje mee. 13. Hebben we 13? 15. In ieder geval, ik ben heel erg benieuwd. Ze zeiden dat we gingen... wat was het nou eerst? Was een... De inloop? Inloop, ja, ik weet het even niet meer. Wat is het programma? Noem even het programma. Ontvangst. Inloop, ontvangst. Opening door Mieke van Deursen, eigenaresse van Shubi. De fashion class van Nicolette van Dam zelf. Een mini modeshow. Lunch in de tuin. Oh ja. En dan het einde. Ja, lunch in de tuin. Dus ik hoop dat het niet gaat regenen. Nee, ik hoop het ook niet. Ik ben ook wel benieuwd, want ik heb natuurlijk weer ernstig honger. Zoals altijd. Oké, nou, wij gaan zo denk ik even langzaam aan lopen. Naar binnen. Daar naartoe. Ja. En dan zien jullie verder wel wat er was. Ik heb zelfs een leren broek. Ja. Van die strepen. En Lola, mijn oudste, zegt altijd tegen mij van, mama, moet ik wel laten leren broek lenen. Je weet het ook, ja. Mama, ze hebben hier dus ook van die aardbeien-squishies. En ik kan je nu al vertellen, als Celine dit ziet, wordt ze helemaal gek. Man, ik ga stuk, want zo kennen wij elkaar van school. Ja, en nu zitten we... Aan een schooltafeltje. Het is wel leuk. Waarom? Ik ben benieuwd, Amman. Met al dezezelfde visies, mensen mooi maken, mensen gelukkig maken. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Dus ik zocht ook weer mensen die ook diezelfde visie en diezelfde passie hadden, die we ontzettend leuk vonden om in de winkel te staan, die het leuk vonden om met mensen te kletsen. De tweede winkeltje lukt ook. Dan doe ik nog een derde winkeltje. Nou, kortom, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik heb 10 jaar over gedaan om naar 10 winkels te gaan. En het is eigenlijk een beetje ontstaan dat ik zei, oké, nou, ik heb het nooit gedaan. Ik ging naar kantoor bij jullie, naar Shubi. En ik had een hele zak kleding meegenomen van mijn eigen meisjes. Ik zei, nou, dit vind ik leuk, dit vind ik leuk.
dit vind ik niet leuk. Ja, laten we een beetje kijken of we daar een soort mix van kunnen maken. Ik heb gekeken naar wat mijn meiden graag dragen, dat het functioneel is. Zij vinden bijvoorbeeld heel irritant, ze hebben dat lange haar als er knoopjes in hun nek zitten. Ik heb heel veel jurkjes die knoopjes zitten er altijd uit te knippen. Ik zie Nora, ja? Herken je het? Ja, bloedirritant. Dus ik zei, nou, we moeten iets doen zonder knoopjes. En zo ging dat stapje voor stapje, ja, ontstond er iets. En met een geweldig team. Ik had dus ook deze tas gekregen en die is heel lief. Ik denk dat ik deze ga gebruiken voor de school, voor de gymspullen in te doen. Zodat ze, ja, als het niet meer los zit. En ze hadden dus ook, je kreeg dus ook die squishies. Ik had al gevraagd of ik een van Celine mocht meenemen. Maar het zat dus in die goodie bag. Dus dit zal Celine sowieso leuk vinden. En verder zaten er gewoon wat foldertjes in en kleurplaatjes. Ik denk, ik heb dus 2 setjes gekregen. En ik zal even laten zien. Ik heb dus deze voor Celine genomen. Dat jurkje. En dit pak. Dus die deze. Dat vind ik gewoon handig. Goedemorgen mensjes. Het is Max. En Celine ligt daar op de achterbank te pitten. Het is nu, hoe laat is het Max? 5:30 of zo? Tien over half zes. Oh, 6:10. En wij zijn nu bij NPO. Ik weet niet of je het kan zien. Maar ik ben dus toch gast in een radioshow van 6 tot 7. Dus dat is vroeg. En Max wou mee en Celine wou ook mee. Maar Celine, wat zeg je nou? Jij wou graag mee. Oh, dat vind ik leuk. Ja, maar Max is uitgegaan en hij heeft mee nu spijt. Gaan. En daarna zei je de tijd. Ja, Max heeft spijt. Boefie, Nini, kom, we moeten eruit. Kom. Ik ga Nien even wakker maken, want die wou dus ook mee, maar die heeft ook spijt nu. Dus wij gaan even naar binnen en dan zien we jullie zo. Ik ben ook een liefhebber van andere filmpjes, filmpjes op YouTube. En dat komt goed uit, want in de studio heb ik 2 YouTubers, 2 vloggers zoals dat heet. Somaira en haar dochter Celina. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Zijn jullie nog wakker of zijn jullie net wakker? Nou, weer wakker. Weer wakker? Ik ben 2 uur slaap of zo. 2 uur? En hoe laat, want je bent hier nu om 6:00, dus dan heb je 3 uurtjes geslapen. Ja, zoiets. Want waar kwam je vandaan? Rotterdam. Rotterdam. Ja, Rotterdam. Nou, dat is een mooi geland, hè. En welkom. Ja, ik heb jou uitgenodigd omdat jullie ineens behoorlijk hard gaan op internet. Ja, dat ja. Is heel eigenlijk allemaal veel te snel gegaan inderdaad. Is het dan een video? Ik had echt serieus niet het idee dat het zo groot was. Ja, maar ik bedoel van dat er zoveel mensen bezig zijn, weet je wel? Ja, ja. Vind je het erg trouwens als je een klein stukje erop staat? Nee hoor. Nee. Ik wel. Ja, maar jij hebt geen keus. Helaas. Wij zijn net bij Risa geweest. In de... Hè? We zijn net bij Risa geweest. Het is nu, hoe laat is het Max? 6:00. Het is 6:50. Oh, 6:50. Tuurlijk, want we waren van 6 tot 7. Ja, ik kan niet zo goed nadenken. En ik ga... niet naar Emma. Jawel. Ja! Emma. Dus we gaan eventjes editen. Ik, als ik thuis ben, ik ga nu terug naar huis. Dat is ongeveer 3 kwartier. Celine was dus de hele tijd suf en op het einde werd ze dus een beetje losser, Nien. Niet zo raar, Nien. En ja,
eigenlijk dat dus. En we gaan nu naar huis. Max is moe, Max gaat slapen. Nee. Ga je slapen? Oh, top. Hij gaat niet slapen. Dat is zo saai. Ik ga zeker niet helpen. Nee, je gaat gewoon met mij even praten. En ik ga als ik thuis ben heel eventjes editen. Dan zorg ik dat de vlog online is. En dan gaan we naar Emma. En dan moeten we inderdaad nog even naar Emma, want ze was jarig. En ik heb helemaal niet geslapen. Verder gaan wij Ik ben nu ook helemaal niet meer moe. En dit is top, een hele dag niet geslapen. Dat is niet waar. Zij heeft heel vaak het idee dat ze dan niet heeft geslapen. Terwijl ze is om, ik denk, 11:30 naar bed gegaan. En om 4:00 moest ze opstaan. Of 4:30 moest ze opstaan. Dus voor deze maar show. Maar het was kort. Ja, maar je hebt altijd het gevoel dat je niet hebt geslapen. Terwijl dat heb je dan wel. Nee, ik bedoel, de rit was kort. Ja, je sliep. En als we nu op de fiets waren, waren we er nog niet. Nee, tuurlijk niet. Het is van Hilversum naar Rotterdam. Oké, ik ga even rijden. En dan gaan we lekker naar huis. Goedemorgen, Kip. Hi, goedemorgen. Kijk hoor. Hebben jullie nog dat roerei? Nee. Oh. Oké. Mag ik dan McMuffin, bacon en egg, maar zonder kaas? Ja. Wat wil jij, Max? Pancakes. Ik ben inmiddels thuis. Het is nu 7. Het is nu 7:07. Ik ben helemaal kapot. Dus ik ga even slapen. En Celine is bij mijn moeder gebleven. Ik heb trouwens, jongens, het beste dekbed ooit. Het is van de Primark. Ik weet niet, jongens. Ik zeg het elke keer, want ik word er elke keer op aangesproken. Van de Primark of Primark of hoe jullie het ook willen noemen. En het is, zoals je kan zien, een soort t-shirt stof. Dus het is letterlijk... Dus het is letterlijk alsof je in een groot t-shirt slaapt. Het is echt heerlijk. Het is gewoon zo'n jersey. Echt, ik hou ervan. De kussens lopen ook en zo. Het is echt... En hij was dus voor zo'n hele grote, was die €14 of zo, volgens mij. 2x2. Nou, in ieder geval, ik ga eventjes slapen, want ik moet daarna nog editen en we moeten daarna naar Emma. Want we hebben het hem afgesproken, dus ik ga even slapen en dan zie ik jullie later weer. Jullie hebben mij al een paar keer gevraagd in de comments wat voor make-up ik allemaal gebruik. Het ziet er allemaal niet netjes uit, maar ja, hè, het wordt gebruikt. Dus ik dacht, ik laat het even zien. Dit is mijn foundation. En dit is de foundation van NARS. En ik heb kleur... deze foundation gebruik ik, maar ik moet zeggen dat deze kleur begint nu alweer wat witter te worden, dat die te donker is. Dus ik moet nog één tintje lichter halen en dan kan ik het gewoon mengen. Deze concealer, ook van NARS, waar dit is echt de allerbeste. En die heb ik in medium ginger, medium 2 ginger. Ik heb van dit merk -417. Dit is mijn dag- en nachtcreme, maar ik heb hier dus ook een make-up reiniger van. En ik ben hier zo ontzettend blij mee. Ik wou dit sowieso een keer de video doen, maar ik ging het dus eerst uitproberen. Hij voelt zo fijn op je huid. Ik ben echt heel blij hiermee. Hij is ook bijna op. Na mijn concealer gebruik ik deze Laura Mercier Translucent Powder om mijn concealer goed te zetten. Deze gaat dus over mijn concealer heen. Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik deze van Anastasia Beverly Hills in de kleur karamel. Want ik hou er niet van als mijn wenkbrauwen te donker zijn. En dan deze wenkbrauwgel van de HEMA gewoon gebruik ik. Om even er overheen te gaan daarna. Ik gebruik of die. Eén van deze twee als blush. En deze is van MAC en deze is van NARS ook. En dit is echt, deze gebruik ik elke dag. Ik heb er dus een paar keer per ongeluk in gekrapt, zoals je ziet. Jammer genoeg.
Deze gebruik ik elke dag en dan vooral die. Om een klein beetje oogschaduw te doen. Ik heb deze sinds november. Nou, en ik gebruik hem dus echt elke dag. En zo weinig is er nog maar uit. Dus dit zijn een beetje mijn dagelijkse make-up producten. Ik moet zeggen dat het bij mij wel vaak kan verschillen. Dus vooral foundation en concealer. Ik denk dat ik heel lang nog wel blijf bij die concealer. Maar misschien dat ik qua foundation wel switch. Ik vind hem op zich wel heel goed. Maar ik weet wat het is. Maar ik wil altijd nieuwe foundation proberen. Dus heb je een hele goede foundation? Laat het even weten onder in de reacties. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doei doei.